Wat doe je precies? Hoe ziet jouw dag eruit, Gil? Ik begin bij de garage. Mm-hmm. En dan kijk ik of ik een afloswagen neem of meteen een bus. Dan loop ik naar mijn bus toe, loop ik een rondje, kijk of alles een beetje in orde is, geen schade of wat dan ook. En dan log ik me in en dan kan de dag eigenlijk beginnen. Dan kijk ik vanaf waar ik begin en vanaf waar ik eindig. De dag ziet er eigenlijk heel leuk en heel relaxed uit. Gewoon heel chill eigenlijk. Is elke dag hetzelfde? Want dat lijkt me dan ook saai. Of is elke dag anders? Of heb je afwisseling? Het is elke dag anders. Sowieso ligt eraan welke tijden je rijdt. Mm-hmm. 'S morgens is het natuurlijk met meer werkende mensen. Ja. Nu is het vakantie, is het rustig. Maar als de vakantie afgelopen is, dan heb je de scholieren. Dus 'S morgens zijn echt werkende personen. 'S middags wordt het een beetje iedereen die naar huis gaat. En dan in de avond zijn het eigenlijk meer jongeren een beetje die wat lastiger kunnen zijn. Mm-hmm. Dus het ligt veelal aan de mensen die binnenkomen, die in de bus komen, dat die dag... Dat zou ik niet zo verwoorden, want... Of ook de routes. Uiteindelijk als buschauffeur bepaal je ook zelf hoe je dag verloopt. Maar ja, al met al is het gewoon heel relaxed en gewoon gefocust blijven. Mm-hmm. Dat is het voornaamste, gewoon scherp blijven en... Alert. Naast al die mooie punten die we hebben besproken, salaris, leuke dagen, afwisseling, kan ik me voorstellen dat er misschien dingen zijn die je niet leuk vindt, Gil? Waar je misschien een aantal dingen opnoemen die jij als minpunten ervaart? Ik zou eerlijk gezegd niet weten. Ja, misschien lastige weggebruikers, maar wat betreft het werk,